Ik ben Maite Steerdaert. Ik woon in Antwerpen en mijn hobby is skateboarden. En ik ben 13. Ik ben beginnen skaten op mijn 6, 7 jaar. En met de hulp van mijn papa. Ik vond dat een coole sport vroeger. Ja, en nog niet zoveel mensen waar ik woon skaten. Maar ik deed dat eerst niet op straat en dan pas in skatepakken. Mijn mama vindt dat wel cool, maar die vindt dat ik een beetje te veel bezig ben met skaten. Natuurlijk ja, het is een meisje en dan denk je van ja, mooie beentjes, geen schaafwonden. Maar ondertussen staat ze al zoveel verwondingen dat ik denk van oh my god, die gaan nooit de catwalk moeten oplopen. Hè. Ik skate meestal met mensen van mijn eigen leeftijd, maar er zijn ook vrienden die wat ouder zijn. Je moet zo nieuwe trucjes proberen en doorzetten. En ja, je moet dat blijven oefenen. Ik vind het leuk om met haar te skaten omdat zij een poolboy is. Dat is een groep van skaters en die zijn heel goed. Om poolboy te worden moet je met een dobbelsteen gooien. Dan kijk je op de test welk nummertje dat is. En dan is dat meestal zo echt moeilijke trucjes. Maar soms ook grappige trucjes zoals 50 mensen high five geven of 10 vrouwen boven de 40 een knuffel geven of zo. Dat Robben, Donald, Tobias en ik, ja, wij zijn eigenlijk de hoofdpoolboys. We hebben niks moeten doen voor test of zo. In de toekomst wil ik overal toch op coole plekken skaten. Ja, sponsor maakt nog niet uit voor mij. Maar gewoon dat ik lol heb en die ik spreek, dat wil ik niet. Heb je de beste meisje gezien vandaag? Ja. Allemaal samen! Maite!